Hallo iedereen, hallo. Welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it. En wij gaan deel 2 van de brieven lezen doen, omdat na de eerste video had ik zoveel vragen gekregen van doe dat nog eens, lees er meer. En aangezien ik toch een hele doos heb, dacht ik, waarom niet? Dus we gaan lezen, hè. Okay. Zullen we om de beurt in de lijst? Het zijn wel allemaal brieven van Celine en mij, wel ene en niet. Ja. Ene is van mij naar Celine en die heb ik blijkbaar nooit verstuurd. Allee, of nooit afgegeven. Kijken. Ik zal ene van u naar mij geven. Mijn ruitjes of wat is het? Wauw. Prachtig. Hoi Ties, alles goed? Met mij wel hoor. Ik heb PO nu en ik was al klaar van bij de vorige les. Streber. En nu heb ik de hele les... Het hele lesuur niets te doen. Dus ik dacht, ik schrijf nog eens een briefje. Het gaat wel een korte zijn, denk ik. Want mijn hand begint nu al pijn te doen. Nu al, twee stellingen schrijven. Dat was vroeger zo, hè. Oh, mijn hand doet pijn, dus ik ga stoppen. Doei. Ja. Dus ja, het was fijn bij u thuis. Foto's. Ja, ik zet ze waarschijnlijk woensdag op de pc. Dan moet ik ze normaal op mijn space krijgen. Ah ja, bedoelt je dan MySpace? Hadden we dat? Dat weet ik ook niet. Kan. Ja, dat weet ik ook wel echt niet. En op de scouts viel het ook wel mee, hè? Behalve hun gezaag. En dan zo... Zoals leiding of zo. Dat staat tussen haakjes. Ja. Dat is leiding of zo, denk ik. Geen. Want één jaar hadden we toch zoals leiding die we... Niet tof vonden of zo. Soms wel meer. Nou ja, toen waren we ook tieners, hè, dus. Nou ja, ik trek me er niks van aan. Laat ze maar zeggen. En hoe was uw vrije dag geweest? Heb je iets gedaan of zo? Ergens naartoe geweest? Ja, ik heb vrijdag mijn vrije dag. Dat is ook wel fijn. En ik heb weer zo'n shopdrang, hè? Toen al. Dus... Misschien gaan Laurelise en ik naar Hasselt met de trein of zo. Ah ja, en je verjaardag bijna, hè? Dus tips zijn altijd welkom, hè? Dan kan ik al iets kopen misschien. Maar allee, dit is het en einde van mijn kort briefje. Fijne dag nog. Kus van een hopeloze vrijgezel bij Valentijn. Dus toen was je vrijgezel. Hartjes zien, hou van u. Zucht. Zie je graag. Maar, allee, ja. Dat vraag ik mij af. Kennen mensen zo Generation Z? Dat is toch zo nu de nieuwe generatie. Kennen die dat zo nog? Zug en HVG en zo van die dingen. Ja, dat is waar. Dat was ook wel zo echt. Hier staat ook HVU. Hou van u. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Oké, jij mag deze mooie lezen. Nee? Ja, dat is volgens mij de dubbele. Love you. Ja, oei ja. Twee. Misschien er weer... Ah, die hebben we gelezen. Ja. Kijk, dat is die met die scheur. Ah ja, oké. Die hebben we gelezen. Ja, die denk ik niet, hè? Scene heeft je lief. Dat ziet er een oudere uit. Ja, jonger, hè? Ja, jonger, denk ik. Benieuwd. Oei, is dat wel een brief? Ah, nee. Deze misschien. Ah, dat is de envelop. Ja, ik denk het. Is dit een brief? Ja. Oké. Dit ziet er thans wel een nieuw. Alhoewel. Ja, wat is het? Ik weet het niet. Ja, Ties, dat is toch ook iets jonger. Ja, ik denk het wel. Hoi Ties, alles goed? Met mij alles oké. Ik heb nu studie. Jee, geen Engels. Nu heb ik weer tijd om een briefje te schrijven. Ik heb wel nog maar 10 minuten. Maar ik doe mijn best. Ik begon wel altijd pas laat. Nu heb ik ook uw briefje gekregen. Allee, ja, voor mij en Lot. Nou ja, voor Charlotte ook. Ah. Ja, waarom dat Nick zo laat terugstuurde? Wat was het weer? Ja, hij is wel eerlijk geweest. Eerste dag was hij bij zijn oma. Toen kon hij niet terugsturen. Tweede dag, toen hij op de basket was, wou hij niet terugsturen omdat iedereen dat kon zien. Schattig toch? Och ja. Hoe dan zie je u verborgen voor de basket en jij vond dat schattig. Ja, bah. Uiteindelijk heeft hij teruggestuurd. Jee. Ja,
gaat echt wel heel goed tussen ons. Buiten dat en dan sterretje. Je weet wel. Hoera. In herhaling. Buiten dat sterretje, je weet wel, in herhaling blijft vallen. Met haar soulmate gedoe. Oh ja. Oh my god. Ja, juist. Oh. Ja, soulmate. Ja. My ass. Not really. Nee. Look who ended up with him. Echt waar. Nu ja, tussen mij en Nick was het toch goed. En tegen sterretje, ja, doe ik gewoon. Ik ga die ook niet afblaffen. Afblaffen? Want dat zou opvallen. En dan is het weer aan Bras en dat wil ik ook niet. Aan Bras? Nog 5 minuten tot haakjes. Oeh. Hoe is het bij uw kind? Nog geen knappen op het oog? Marijn misschien? Nee, dat was hij van de bus, dat weet ik wel. Ja. Marijn. Ik moest u nog iets zeggen, maar ik ben het weer al vergeten. Oh, we hebben rapport gekregen. 1 buis op geschiedenis. Alleen nu, daar wordt het dan goed in. Nu ja, dat is niet erg, want iedereen, maar dan ook iedereen is gebuisd op geschiedenis van de bus. Ah, oké. Okay. En jij, goed rapport, maar het is tijd. Ik moet door. Ik hou van nu. Never wanna lose you. Allee, toen ging het toch weer goed met Nick. Zal ik mijn eigen brief lezen? Een brief van mij aan Celine, die ik nooit heb verstuurd of zo, blijkbaar. Sien, hoe gaat het met u? Met mij gaat het wel. En met de examens? Het is bijna gedaan. Nog 3 examens en 2 dagen. Bij mij is het wel gegaan. Allee, denk ik. Alleen fysica totaal niet. Ik vind dat moeilijk, maar ja. En hoe is het in de... hartje, dat is in de liefde. Yeah. Met mij redelijk. Mm. Yeah. Er was een tijd dat ik Stefan niet kon vergeten en niet wou vergeten. God, Alyssa, please. Nu wil ik die nog niet echt vergeten, maar het moet. Het is wel redelijk en het is wel redelijk aan het lukken. Want die gebruikt mij gewoon. Okay. Eerst zit hij te zeggen van, ja, ik zie u echt graag. Ik voel echt heel veel voor u. Even daarna zegt hij... hetzelfde tegen Stefanie van mijn klas. Ah ja, dan weet ik perfect welke Stefanie. Ja. Och, stomme sukkel, maar ja. In het weekend was ik bij Gert-Jan geweest. En die liet zijn klasfoto zien. En die zit bij Nick in de klas. Ja. Ah ja, Gert-Jan. Die zat niet met Nick in de klas. Nee? En die zit bij Nick in de klas, staat er. Misschien een Sint-Jan of zo. Ja, dat kan, ja. Want die heeft Nick niet Latijn gedaan? 1 jaar of zo? Ja, maar toen kende ik Nick nog niet. Ah ja, ja en je... Ah. Dus waarom zou die ja, want ik zeg, ik vroeg of die u kende en hij zei, ja, van ziens. Ah. En dat hij Gert zo'n stoeme vindt en dat Gert altijd zo'n dikke strever is. Ja, ah ja. Als dat van het kerstcadeautje voor 5 euro is goed. Maar nu ga ik even verder leren. I love you, zie je graag, schat. XXT's. Zat hij daar niet bij in de klas? Ik weet het niet. Ik weet dat Nick wetenschappen deed en die Gert-Jan zat in de A-klas. Of misschien een bepaalde les of zo. Ja, wie weet. Of misschien heel in het begin wel of zo. Ja, ik kan. Ik niet zo goed kennen. Okay. Of precies ja, ook wel nog een hele oude. Ja. Nee? Ik denk het wel. TCEE. Kijk, mijn typische vlindertje. Weer. En stempelstift met zonnetjes. Maar mijn geschrift ziet er wel anders uit, hè? Ja. Oké. Hoi, Ties. Alles is goed hier zo. Bedankt voor uw briefje. Dat was heel mooi, echt waar. Hihi, Glenda gaf mij dat onder de les Frans en ik begon te lezen. En meneer... Margulier. Oké, dus meneer Margulier. Zo van, wat is dat, Celine? Ik zo een brief en die nam dat zo af en die begon te lezen. Gelukkig las die alleen het gedichtje. Dus je hebt mijn gedichtje gemaakt. Oké. Okay. Die zo, je moet dus zeggen tegen je vriendin dat ze op haar spellingsfout moet letten. Toen al. Ja. Dyslexie, hè, meneer Marjulier. Ja. Kom aan, leave me alone. Ja, waarschijnlijk stonden mijn brieven vol met grappig. Dingen.
Ja, ik heb gelukkig wel mijn briefje teruggekregen. Ik kwam net van dansen. Het was moeilijk, maar wel leuk. Maar nu moet ik nog even leren, dus dat ga ik eerst doen. Tot zo. Je stopte zo. Soms, hè? Ja. Hoi, hoi, hier ben ik weer. Joi, wat zijn we blij. Oh ja, nog iets belangrijks. Ik heb dus alles tegen Nick verteld van... Sterretje. Je weet, denk ik. Je weet wel echt alles. Hoe dat hij tegen mij doet en al. Ja, ik kreeg er even genoeg van, hè. En toen zijn Nick en ik even apart op een bank gaan zitten. En toen heb ik die dat allemaal verteld. Hij verstaat mij wel. Oh. Daar ben ik blij om. Nick kan echt goed luisteren naar wat ik zeg. Hoe gaat het echt goed tussen ons. Oh. Morgen zijn we 1 maand en 2 weken samen. Oh, schattig. Oh my god. Oh, van mij mogen er nog veel vallen zal. Ja, ondertussen, wat is het? 12 years later. Ja, als ik alles bijtel, nog veel meer. Ja, als je alles telt, 15 jaar later of zo. Echt waar. Allee, oh, hoe grappig. En dan, hoe zit het met Marijntje? Dat is die van de bus. Heeft hij nog iets gezegd of zo? Hihi, hou me op de hoogte, hè. Nu ja, ik ga eens door verder leren, hè. Doei. Ik hou van u. Oh, nog iets vergeten te zeggen. Zie achterkant. Oh. Ah ja, juist. Dit moest ik nog zeggen. Ik was aan het fietsen, hè. En er steekt zo een... er steekt een puut over op straat. En die vraagt zo... Hey meisje, mag ik u MSN? Ik zo, nee. Weet je wat? De volgende dag weer al iets. Toen riep zo iemand... Sletje. Vieze rekken. Ja, alleen nu ben ik echt door. Ik hou van u. Allee, hoor. Dat is eigenlijk echt bewijs dat vrouwen al op jonge leeftijd zo'n ding wordt gezegd. Want je hebt mij toch ooit ook eens in een brief geschreven, denk dat er zo'n rode auto u volgde of zoiets. Ja. En dan u zo de pas af wou snijden. Ah, dat kan. Dat weet ik niet meer. Ja, zie, maar dat is eigenlijk erg, hè? Want hoe oud was ik toen? 15. Ja. En dat er dan al iemand sletje naar mij noemt. Ja, goed. Oh ja, echt erg. Ja. Oeh, deze is al. Ja, die is joh. Lang. Oeh, het is een lied. Ja. Hoi, schrijft ze. Hoi met een J en U. En dan zegt hij van Frans dat ik op mijn spelling moet letten. Ja, echt waar. Super lied. In plaats van super. Forties, zelf gemaakt. Oh god, wat gaat dat zijn? Ah, dat is op dat van K3. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Ja, hier. Ja, Ties en Sien kunnen toveren. Zoals 2 feeën uit het sprookjesland. Ja, dat is wel. Vlieg, ik denk, mee naar de superwonderzee. Ja, daar vindt u Ties. Ja, my love. Sien houdt van Tiesewies, dus ook van Invriespies. Wat zelfs? Pluif u. Straks gaan we naar de Turkenmarkt. Waar was dat weer? Noemt dat effectief? Dat noemt zo niet. Ja? Nee. Turkse markt. De Turkse markt, denk ik. Of zoiets in Heuze Zolder aan de Mijn was dat. Ja? Oh, ja. Wat zal het super worden, zo samen met u? Ja, hopelijk hebben ze... Bolletjesrok of zoiets. Wij samen, hartje. Ja, ga nu nog even leren. Moi, tot straks. Love you forever. Lollipop. Oh, zo random. Oké. Beste vriend. Ik dacht, ik schrijf nog maar eens een briefje. Dat is al even geleden. Ik heb nu studie en verveel me rot. Maar jij hebt net een sms gestuurd dat je hebt geleerd over Immanuel Kant, mijn toffe vriend. Hihi. Ah ja, daar moest ik ooit een... hoe noemt dat? Als die filosoof. Ja, ik heb er denk ik een eindwerk of zo over moeten doen. Dus we zijn weer toch ook al ouder. Dat was toen ik met u naar Amerika ben gegaan, zo die tijd. Dat was toch niet zo oud, hè? Want dat weet ik nog, want toen vroeg ik aan uw papa, kent je Immanuel Kant? En die kende die niet, dat weet ik toen niet. Toen was ik wel samen met Sam, denk ik. Ja? Ah ja, dat is waar. Denk ik, hè. Oké. Ah ja, zie, en alles goed met u, terug in het koude België. Ah. Ja. Met mij gaat het wel, behalve dat het hier koud is. Dat is sowieso, toen was het wel gedaan met Nick. Ja. Ja. Toen nog? Ja. Ah, dat wist ik niet.
Ja, jij was inderdaad dus denk ik toen waren, was jij met mij mee geweest. En ja, toen ik waren denk we het. Allebei. Ja, ik denk het. Ah ja, zie wel dat het hier koud is. En dan geen Disney Channel, geen Sabrina en Top Model, geen Subway en Papa John's pizza of zoiets. Geen zwembad, geen winkels, geen Skyler. Ah ja, dat Chineesje zo. Oh, die was schattig. Ja. Oh, ik wil terug in bikini lopen en al. Ik vond het heel fijn, ja. Vooral met u, mijn beste vriend. Oh ja. En ik werd tof ontvangen in België. Oei, met een sip mannetje. Stom en ik. Oei. Ja. En nou ja, ik had toch nog met die gepraat op MSN. Die had zo S-hartje. Ja, al een hartje. In zijn nickname. Fuck you, ze. Ik weet wie ja, dan. Ik ook. Oh, nee. Ah, ja. Ik dat was ja. wel de laatste keer dat het gedaan was. Niet tussen jullie? Ja, ik denk daarna het wel. Daarna zijn jullie wel. Ja, ik samen. Denk het wel. Ik zo, amai, tof, een hartje en al. Die zo, ja, maar ja, ik zeg niks meer. Want ik gebruik tussen haakjes u toch maar alleen. Ik had 's middags naar die geroepen. Och joh, je hebt mij alleen maar misbruikt. Wat? Zeg het, girl, zeg het. Ik liet wel niet van me. Nee, dat is goed, hè? Nee, dat is goed. En toen was ik boos op MSN, maar daarna hadden we wel nog te goed gepraat. En die zei dat hij dat met die, ik ga de naam niet noemen, pas begonnen was vanaf donderdag. Want toen die zo tegen mij deed, was puut op weekend of zoiets. En had hij daar niks van gehoord. Ah ja, ik weet dat nog. Ik herinner me dat nog levendig. Ik weet wel, als we in Amerika dat die waren. Dat hij nog lief tegen mij deed, ja, hè? En dat we zo soms op de laptop van onkel Massimo gingen. Ja. En dan konden we op MSN, zo soms. Maar we waren wel niet lief samen tegen toen, ja. Dat weet ik. Wacht, hè. Maar ja, dan moet hij nog niet zo tegen mij doen, vind ik. En ik zei dat ik dat wel erg vond, omdat hij... Omdat hij niet zo maar een liefke voor mij is geweest. Oh. En dat hij speciaal is voor mij. En die zei, ja, jij ook voor mij. Oh. En ik weet dat dat speciaal was en zo. Dus dat was wel goed tenminste. En toen zei die dat ook... Wacht, hè. En toen zei die ook... Ja, je bent op dinsdag toch ook altijd bij die jongen. Ah ja, dat is waar. Welke jongen? Dat is juist hetzelfde. Ik echt niet, hè. Ik denk dat ik toen al met dingen was begonnen. Maar ja, ik ga die proberen te vergeten. En over Puut, ja. Dat was mijn lover toen, moet ik ook nog dingen vertellen. Maar mijn hand doet pijn. Ik vertel het zaterdag wel. Ik mis u zo. Tot zaterdag, baby. Ik hou van u. Ik heb... Ik heb sinds... Ah, uw zusje toch. Ja, dat was zoiets. Ja, jij vroeg iets aan die en toen zei hij gewoon zo... Ik heb sinds. Ja. Ja. Bzz, bzz. Dat doet toch geen pijn? Uw mama, daar herinner ik mij ook iets van. Hè? Ja, dat zijn allemaal dingen die in Amerika inside zijn. Inside jokes. Ja. Wait a minute. Papa, uw papa. Massimo? Haha, mooie herinneringen. Ja, dat zijn allemaal dingen die op de kant zijn. Binnenpretjes. Ah, grappig. Oké, we gaan er nog één doen. Anders wordt het te lang. Hey, jij daar. Ja, ik heb uw brief gehad. Dus nu, tussen haakjes donderdag. Het is nu, of wat staat er? Dus ik dacht, dan stuur ik maar eentje terug, hé. Alles goed met u? Met mij is alles oké. Ik was daarnet al begonnen om dit mini-stukje te schrijven. 7 uur of zo. Kreeg dat ik nog veel moest leren. Dus schrijf ik nu in mijn bed maar door. Hoe is het met u? Hoe is het nu met Sam? Ja. Verliefd, ja? Toen was Sam gelukt. Daar is Sam. Volgens mij wilt hij u wel. Anders deed hij toch niet zo lief en al. En Kevin? Kevin? Wie is Kevin? Oh my god, je had zoveel mensen bij je verliefd. Ja, bij u was echt de hele tijd Nick. Alleen Nick. Net kwam er iemand anders. Ja, net wel iemand anders. Ja. Maar voor de rest Nick. Nee. Bij mij was dat... Kevin, Marijn, Stefan. Kevin, Marijn. Stefan, Sam. Oh, daar zijt je niet meer verliefd op, zeker. Pff, waarom willen we altijd wat zo moeilijk is om te krijgen? Ja, Ruben. Ja, ja, dat was ook. Ik weet. Tussenfase. Ah, was dat van, op een vakantie of zo? Nee, dat is Ruben van.
Oei. Ah. Dat was de eerste keer toen het gedaan was met een ding, denk ik. Ah, ja. Toen was Ruben. Die is niet meer boos of zo. Allee, dat was die al niet, zei die. Maar we hadden nog zo gepraat en zo. En die vroeg ook of ik op iemand anders al verliefd was. Ah, ja. En eerst wou ik dat niet zeggen. Maar toen heb ik het toch maar zo een beetje uitgelegd van Nick. Dus ik had het uitgemaakt met Ruben omdat het toch nog verliefd was op Nick. Ja, je dacht altijd, ik zal maar iemand anders proberen te pakken. Maar het was toch nooit wat dat gebouw, denk ik. Inderdaad. Duidelijk. Ze heeft wel geprobeerd, hè. Dat kunnen we, kunnen we niet ontkennen. Dus je ziet echt de liefde, hè. Ja, dat is echt. En toen zei hij zo dat hij nog altijd niet over mij heen was. En dat het hem dat hij spijt had en hem gevraagd had of ik iemand anders al... En dat hem spijt had dat hem gevraagd had of ik iemand anders al was. Of ik al op iemand anders was. En vandaag had ik ook nog met die gepraat. En toen zei die weer... Dat hij mij maar niet kan vergeten en zo. Die was wel heel fijn. Ja, die was te clingy, daarom had ik het uitgemaakt. En die belde mij altijd, maar haatte ik. Ja, dat weet ik nog. En die plakte echt zo, hè. Ja, dat weet ik nog. Oh ja, bellen. Daar zou ik ook direct op afknappen. Ja. ach ja, dat zal wel overgaan. Maar we doen wel gewoon tegen elkaar. Oké, en dan... Nu met het Nick-verhaal. Oh, er is weer een Nick-verhaal. Het Nick-verhaal. Allee, niet echt verhaal, maar ja. Vandaag stond ik ook bij die in school en zo. En toen zei ik ineens, ik heb koud. Want ik had mijn trui niet aan, want die was in mijn boekentas. En Nick zo, moet je mijn trui hebben? En jij zo, ja. En toen had ik die zijn trui zo aan. En die zette die kap zo op. En die zei dat ik gangsta was en sexy. Oh god, ik zie dat echt voor mij van broer. Oh man. En toen net was ik nog met die op MSN aan het praten. En ja, gewoon zo aan het praten. En toen zei die ja... Morgen onder de speeltijd geen trui aan doen, hè. Dan kun je mijn aandoen. Oh my god, ze moet. Ja. Ik zo, oké. En ben ik dan weer gangsta? Die zo, ja, en sexy? Nick, joh, wat een player. Echt een player. Hij hengelde me altijd terug in, hè. Hij wist wat hij moest zeggen, precies. Echt waar, dat is echt. Allee, joh. En toen zei ik... Toen zei ik, heb je zelf koud misschien? Die doe ik wel. Twee t-shirts over elkaar aan. En ik zei ja met streepjes, dat is kei sexy bij u. Oh my god. Dat vond je broer echt altijd, dat zei je altijd. Toen was hij aan het vertellen dat hij pijn had aan zijn duim en elleboog van het skaten. Of zoiets. En ik zei, oh garme toch, zal ik er een kusje op geven? En die zei, ik had al gehoopt dat je dat zou zeggen. Celine zei dan terug, zal ik ze dan morgen echt geven? En die zei ja. En jij zei een smiley. En die zei, maar echt doen, hè? Ik zei, ja, echt waar. En toen die weer, en als je het vergeet, dan zijn er, zijn het er maar vijf, hè? Ik zei, dan... Dan wacht ik misschien een paar dagen beter. Oh my god. Die zei, ja, dat is ook goed, ja. Hihihi. Dat vond ik wel leuk en zo. Oh my god. Dat die zo van alles zijn. En oh ja, toen zei die nog, ik ga echt proberen te dromen over u deze nacht. Ik zo, ja, ik ook over u. Die zo, zou dat lukken? Ik zo, misschien als je heel hard aan mij denkt. Die, ja, geen probleem. Oh my god. En ja, toen even later ging ik weg van MSN. Oh, waarom is die zo lief en mooi? Gosh, vandaag met zijn streepjes t-shirt. Ik kan wel smelten voor die of zo. Dat is wel heel cute, hè, joh. Ja, hè? Och ja, wat moet ik nu dan met die kusjes? Ik ga dat doen, denk ik. Zijn toch maar op de wang. Maar zelfs dat weet ik niet
of ik doe of durf. Allee, waarschijnlijk wel, maar gewoon. Oh, we zien wel. Ik zal eens stoppen met zagen over mijn liefde. Tot zaterdag. Scouts in Hasselt. Ben benieuwd. Slaap zacht, schat. Hou van u. These words are from my heart flown. Dat is van dat lied. These words are I love you, I love you, I love you, I love you. Oh. Dikke vette liefde. Oh, schattig. Wel heel grappig. Oh, wel heel cute, hè? Oh, en mijn cent, eigenlijk, ik zal eens door alles ooit eens gaan en dan moet ik die zo aan u meegeven. Dan kun je die zo later houden. En Noah voorlezen en zeggen. Mommy and daddy go way back. Ja, echt waar. Ja, ik denk echt als ik met Sam echt zo was, schreven wij al niet meer zo'n brieven, denk ik. Nee? Ik weet dat niet. Ik denk dat niet. Toen hadden we toch al een gsm. Maar ja, hier toch ook al. Want ik schrijf toch soms. Je hebt mij net een sms gezien. Ah ja, dat is waar. Want ik weet bijvoorbeeld, toen ik met Sam had gekust, toen die bij mij was, toen wou ik toch een bericht sturen naar u. Ja. En Sam was net weg en toen had ik dan naar Sam gestuurd. Awkward. Echt zo van, oh my god, we hebben gekust, ik ben kei blij. Ja. Zo leuk. En toen had ik dan naar die zelf gestuurd. Oh, toen voelde ik mij zo slecht. Ja, zwaar. Ik had dat beter in een brief geschreven toen. Dat is echt. Ja. Ik heb ook nog trouwens een mooie tekening van Celine. Het was van voor jou mijn lieverik HVJ prinses van Sintje. Ja, Sintje. Sintje in de house. Sintje. Sintje in de house. Funkeltje Sintje. Oh, aan tijden man. Echt heel zalig. Ja. Ik ga toch nog eens zoeken als ik ook niet nog meer brieven heb. Veel mensen zeiden wel dat ze hun er zo in herkenden. Ja? Ja. Dus, allee, zo van, oh, ik was vroeger ook zo en zo. Dat is wel grappig eigenlijk, hè? Heel grappig. Het is leuk dat we dat zo nog hebben. Ja, dat is wel. We gaan hier de video afsluiten. Hopelijk vonden jullie deel 2 leuk. Mm-hmm. Ik denk nog niet dat er een deel 3 nog gaat komen. Dat was wel voldoende. Ja. Nu zeker thumbs up. Vergeet niet te abonneren. Ook op Nice Family. Mm. En dan zien we jullie snel weer. Doei! Bye.